marsepein. Marsepein kennen we in Nederland al sinds de 17e eeuw. Sinterklaas is niet alleen een grote kindervriend, maar toentertijd ook een huwelijksmakelaar. Jongens konden met een stuk marsepein naar hun geliefde toe gaan en de liefde daarmee verklaren. Ik ga het marsepein maken. Hiervoor neem ik eerst de amandelen. Deze maal ik fijn en meng ik vervolgens met de poedersuiker, het eiwit, de amandelessence en tot slot het oranjebloesemwater. Dit maal ik nogmaals goed door elkaar. Verpak het in folie en laat het 1 dag rusten in de koelkast. Marsepein moet 24 uur in de koelkast. Dit heb ik al eerder gemaakt. Ik ga het nu loskneden. Ik doe dit ongeveer 2 minuutjes. Mocht het wat aan de droge kant zijn, kan je er altijd nog 1 eiwit doorheen mengen. Succes met het maken van de marsepeinfiguurtjes en heel veel plezier met het kijken van de andere Sinterklaas kookvideo's.